Wees morgen. Leuk dat jullie weer kijken naar een nieuw vlog van Huizen Anno. Ik zit hier met Laurie, mijn dochter, en Billy, mijn andere dochter, aan het ontbijt. En vandaag gaan de meisjes allebei voor het eerst, of althans voor Billy dan, voor het eerst een hele dag naar de opvang. Naar de gastouder. Dit is Laurie. Hallo. En dit is kleine Billy. En die is ook lekker aan het uitbuiken van de fles. Kijk eens. Kijk eens, Laurie. Kijk eens. Jullie hebben hetzelfde een beetje aan, soort van. Hey. Allebei witte truien. Winning is winning. Na de was doen, stofzuigen en mijn oefeningen, mijn fysio oefeningen, is het tijd om even te chillen. Dit is ook heel belangrijk. Het is met zonder jas weer. Het is met zonder jas weer. Doe even zo, want dan zien ze mijn puisten wat minder. Oh, doe even van mijn goede kant. we gaan Laurie en Billy ophalen van de gastouder. Ja, vandaag voor Billy voor de eerste keer hele dag. Hele dag. Ja. En wisten jullie dat Billy vandaag 4 maanden is? En dat betekent dat morgen Laurie 20 maanden is. Ja, gaat snel. Gaat snel. Voor je het weet gaan ze het huis uit. Ja. Wow. Oh, oh. That escalated quickly. Eindelijk een beestje. Sissy. Oh, zag je hem wegvliegen? Jee, lieve eerstbeestje. Hallo? Hallo? We zijn lekker in de tuin even, hè? Beestjes kijken. En Sissy wil nog niet slapen. Beestje? Kom weer lekker mee naar boven, gaan we lekker naar bedje. Kijk! Wow. Hallo! Hallo! Moeten we even het oud papier wegbrengen, hè? Kom maar. Nog een vogel. Ook. Ja, ook een vogel. Yay! Zeg ja, hallo vogel. Hallo vogel. Hallo vogel. Ja, oké. Hallo vogel. Wil je twee woorden zeggen? Knap hoor. De vogel weg. Waar is die dan? Een uil? Ja. Of een duif? Nee. Een duif maakt ook Zonnetje schijnt, de lucht is blauw. Billy, smeer je maar in. Dat even Billy in te smeren. Wat is dit voor je pul? Ik weet het niet. Ik moest het ruim doen, staat erop. Maar. Dit is spooky. Oh, dit is echt zielig. Billy, je was al wit. Is je over datum of zo? Nee, ik dacht dat we die gekregen hadden bij haar geboorte. Dus ik dacht. Maar heb je jezelf al gezien? Nee, heb ik het ook. Ik moet je nog uitzoeken. Draai je nog. Nee, dat durf ik niet.
Moet ik het ook nog goed uitsmeren? Oh. Nou, je verbranden zal je niet, meisje. Oh. Hebben we dit echt gekregen? Nu twijfel ik. Ja. Ik denk dat we dit gekregen hebben van iemand. Ja. Ah, moppie. We gaan naar de diertjes. We gaan naar de diertjes. We zijn op de kinderboerderij. Ja, kom. Dat is leuk, hè? Wat? Zijn zij voor jou aan het verstoppen? Zit ze? 1, 2, 3. Kijk, daar in de hoek zitten cavia's. Ik zie ze hoor. Zie jij zo? Daar is een cavia. Ja. Hoi liefje. Even tussen het werk door van Nomi gaan we naar Blik en Burger. Blik en Burger. In Zest. Speeltuin. Hamburger eten. Bussen, denk ik. We gaan daar lunchen. En daarna zullen denk ik onze kleintjes wel heel moe zijn. Maar we gaan en dan ga ik weer werken. Ja, en dan ga je weer werken. En, want we hebben afgesproken met Kim en Vron en Teun. Hun zoon. En ja. Teun vindt het natuurlijk fantastisch om te spelen met Laurie. Dus dat is wel leuk. Normaal is het natuurlijk, ze gaan de meisjes naar de gastouder. Maar dat hebben we dus afgezegd, zodat we dit konden doen. Want Teun heeft vandaag een studiedag. Dus die hoeft hij niet naar school. Ja. Goed geregeld. Gaat dit goed? Ja, hè? Even een klein stukje wat we moesten lopen. Even met de wagen. Even met de wagen samen. Dit was echt fantastisch. Het was fijn. Wel echt zand overal, maar echt. Billy deed het goed. Laurie deed het fantastisch. Het was gezellig. Gaan we vaker heen. Nice. Nou gaan de meisjes waarschijnlijk slapen. Ja. Het was een leuke dag vandaag, hè? Nomi is eventjes een paar uurtjes bezig werken. En die is weer terug. En we zijn aan het eten. En we hadden nog wat bieten over. We gaan Billy gewoon proberen iets te geven. Kijken hoe ze erop reageert. Chichi, eten. Ja. Hey. Hoe is dat, Billy? Is dat dan niet iets geks in bieten, toch? Dat was toch spinazie? Oh mijn god. Oeps, wat zegt Google? Nitraatrijke groenten zijn andijvie, bietjes, sla, spinazie. Geef deze groente niet als jouw kindje nog geen 6 maanden is. Hey, Billy, je bent net 4 maanden. Oepsie. Nou ja, kan dat één keer kwaad, denk je? We beginnen gewoon met wortel. We doen dit gewoon voor de eerste keer opnieuw. Deze vergeten we gewoon. Ja, dit mag, wat mag je baby nog niet eten eerst 6 maanden? Ja. Oh, de bieten. Oepsie. Nou, ze is nog vrolijk, dus het gaat goed met je, toch? Wat gebeurt er nu met haar? Wat gaat er gebeuren? Wat gaat er gebeuren met je? Rode bieten. Dan krijg je rode haren van. Oh nee toch? Oh nee. Nou. Goedemorgen. We beginnen de dag met beestjes zoeken. En heb je ook beestje?
Ja. Waar, beestje? Is er een beestje? Ja. Oké. Ik hoor wel een vogel inderdaad. Wanneer je van je middagrust beneden komt en het is zo lekker weer is, ja, dan is het toch even tijd om te gaan relaxen. Ik ga Link lekker buiten zitten met de meisjes. En toen waren we thuis van even een wandelingetje met de meisjes. En kijk eens, mama Nomi is thuis. Kiekboe. Die wil even dan. Oh, dat kan wel horen, hè? Klaar? Vraagt de juf. Een glijbaan. Wil je ook van de glijbaan? Ja. Ja.